Oh. Aho, lieve jij. Leuk dat je kijkt naar mijn vlog De Heilige Bron. Ik wist niet dat je er al was. Vandaag, ofwel nu, gaan we het hebben over... Gaan we het eigenlijk over hebben? 5 minutes later. Vandaag, ofwel nu, gaan we het hebben over... Ben jij in de hoofdrol? Ben jij in de hoofdrol van je eigen film? Of ben je in de hoofdrol? En de hoofdrol kun je op 2 manieren bekijken. Je kunt in de hoofdrol zijn van je eigen film. Een bepaalde arrogantie, dat je altijd alles voor elkaar kunt krijgen. Je kunt ook de hoofdrol zijn van je film door te aanschouwen wat daar gebeurt. Oftewel vanuit vogelsperspectief jezelf bekijken. Maar je kunt ook in de hoofdrol zitten door alleen vanuit het hoofd te leven. En dat ego dat komt dan toch wel vaak terug. Wanneer je echt puur en alleen maar in de hoofdrol bent als in het draait allemaal om mij. Dan ja, kan het zomaar zijn dat het uiteindelijk allemaal tegen jou gaat werken. Het is namelijk heel belangrijk dat wanneer je hier op Moeder Aarde komt als opdracht, zoals ik dat zie, is dat je er voor elkaar bent. Dat je er altijd voor elkaar bent in de zin van dat we elkaar moeten helpen, moeten coachen, moeten begeleiden. Dat we vanuit de ervaring die we hebben opgedaan, de ander een ervaring kunnen geven. Dat is waarom we elkaars spiegel zijn. En wanneer je in de hoofdrol zit als in puur en alleen maar met het ego bezig zijn, dan luister je naar de stem in je hoofd. Wanneer je alleen maar naar de stem in je hoofd luistert, ja, die spreekt vaak tegen het gevoel in, het gevoel wat vanuit het hart en vanuit de buik komt. Waar mijn vorige vlog over ging is hoe kun je daar nou goed naar luisteren. En dat je daar ook een pendel voor kunt gebruiken en dat je je innerlijke pendel kunt zijn. En het bijzondere is dat sinds ik die vlog heb opgenomen en geüpload, dat was ongeveer 4-5 dagen geleden, is er elke dag iemand naar me toegekomen die het over pendelen of over voelen in jezelf en wat dat doet, of iets bij je houden om te voelen wat doet het lijf, wat vertelt mijn lijf me, wat vertelt mijn hart, wat vertelt mijn buik me. En ga je dan uit die hoofdrol. En dat is wel heel interessant, want je kunt ook vanuit, wanneer je echt de werkelijke hoofdrol bent, ook al ben je dan nog steeds niet de werkelijke hoofdrol, want je bent niet, er is alleen maar zijn, maar op het moment dat jij vanaf een vogelperspectief naar de personage van jezelf kunt kijken, dan kun je ook zien wat er in de hoofdrol gebeurt. Wat er als subspelers, als, nou laten we zeggen, je bent in de hoofdrol. Oftewel, je bent zo'n A-acteur. Eén die voor de meeste films gevraagd wordt. Nou, nu ben jij gevraagd voor de hoofdrol der hoofdrollen, het leven. En op het moment dat jij helemaal in die hoofdrol duikt, waarbij je ook die acteur zo waant dat je niet meer weet dat je aan het acteren bent, dan ben je dus letterlijk de hoofdrol. Maar wanneer je de hoofdrol, of tenminste de producent bent van die hoofdrol, dan aanschouw je je leven en kun je om je heen kijken van wat er allemaal gebeurt als beïnvloeding van dat leven, van die hoofdrol. Dat personage heeft namelijk een aantal belangrijke taken te vervullen. En die taken zijn niet altijd even prettig.
En als hoofdrolspeler kun je dan de rol spelen als... ja, dat het zo verschrikkelijk is dat je die taak hebt. Dat het dus heel erg is om bijvoorbeeld een kambo-sessie te doen... of een proces in jezelf aan te gaan... waardoor het een gevecht zou kunnen zijn. Maar wanneer je dat van een grotere hoogte... als, laat zeggen, de producer zou kunnen zien... en wat er allemaal plaatsvindt om dat ene poppetje heen... om die acteur of actrice heen... dan zien we een geheel en uiteindelijk is die film dan op zijn eind. En in de hoofdrol kun je dus ook in de hoofdrol zitten, oftewel alleen vanuit het hoofd voelen en vanuit het hoofd denken, waardoor je van alles vindt van al die activiteiten die je als acteur moet uitvoeren. Ik hoop dat het nog duidelijk is. Wanneer je in die enige hoofdrol zit, dan kun je... als hoofdrolspeler kun je in de beste voorbeeld zou kunnen zijn in een slachtofferrol vallen. En dan als acteur heb je een rol te vervullen. En als je dan een slachtofferrol speelt, dan is de vraag: waar komt dat deel van jou vandaan? En dient het jou ook? Wanneer je naar een film gaat kijken, dan zul je zien dat een acteur door zo'n proces heen gaat en dat hij dus meerdere dingen tegenkomt en uiteindelijk wint hij, behaalt hij zijn doel en hebben we een happy ending of we hebben een spannend open eind en komt er een deel 2. En hoeveelste deel is dit dan dat jij de hoofdrol speelt? En is het dan niet eens tijd dat je die hoofdrol vanuit een andere hoofdrol, oftewel de producent, gaat kijken vanuit het eenheidsbewustzijn of noem het goddelijke of de kosmos of wat je het ook wenst te noemen. Op het moment dat je vanaf vogelperspectief kijkt naar wat er op dat moment speelt en waarom het je overkomt, zonder dat je in een rol duikt, ja, dan wordt dit spel, dan wordt deze film, wordt mega interessant. Nou, en zo ben ik dus de laatste maanden ben ik in verschillende rollen gedoken om te kijken wat voor mij nodig is om aan te pakken, om te verwerken, om de diepte in te gaan. Nieuwe therapieën gedaan. En het interessante is dat de hoofdrolspeler of het ego, die hoofdrol, dat die er altijd wat van vindt. Die weet niet zeker of het werkt. Die weet niet zeker of je wel voldoende inneemt. Stel dat het iets is van een kuur wat je inneemt. Die weet niet zeker of de juiste persoon aan de andere kant die jou helpt, dat die het wel bij het rechte eind heeft. Terwijl de hoofdrolspeler, de aanschouwer, de hogere zelf, de producent, die aanschouwt dat proces en die ziet, ja, maar dat is het verhaal wat je ervan maakt, het verhaal wat je erin vult, daar hoef je niet naar te luisteren. Dat is dan wat de hogere zelf, de producent, ook vertelt. Dat stuk sla je over, dat heb je niet nodig. Die regisseert het, regisseur, producent, die regisseert dat stuk in jou en die zegt van hey, dit heb je niet nodig, dat schrapje, daar hoef je je niet mee bezig te houden. Op het moment dat je vanuit de hoofdrol dit signaal kunt afgeven aan de hoofdrolspeler en de hoofdrolspeler aanschouwt dat hele proces van die meervoudige persoonlijkheidsstoornis die er in je hoofd plaatsvindt, dan kun je dingen op een rijtje zetten en kun je ook echt voelen en zien dat de juiste mensen op het juiste moment op je pad komen voor jouw lessen, of die nou positief of negatief zijn. Dat is altijd iets wat je eerst voelt, dan doorleeft. Maar wanneer je dat aanschouwt, is het dan nog nodig om
in die rol te duiken, slachtofferrol of niet. Want als hoofdrolspeler dien je dan niet de werkelijke hoofdrol te spelen. En zul je dus alle facetten en alle lagen van die hoofdrol moeten doorvoelen en doorleven en aanschouwen en daar ook je onderzoek op doen. En dat is de bewustwording. Dus de bewustwording van jezelf, welke rollen je allemaal speelt, welke rollen er nog voor je nodig zijn, welke rollen je hebt gespeeld in het leven. Vaak heel veel verschillende rollen om het onderzoek te doen van wie je werkelijk bent, waar je vandaan komt, wat je hier te volbrengen hebt. Nou, zo zijn er een heleboel rollen die je hebt vervuld, die nodig zijn om uiteindelijk de hoofdrol te zien, te kunnen onderscheiden van dat wat er plaatsvindt. En ja, en zo de hoofdrol van je leven te spelen. Al is het niet al een hoofdrol aan zich. Dus wanneer je in gesprek gaat met je hogere zelf, die ook oordeelt, hè, niet oordeelt, maar beoordeelt, van hey, let goed op, hier klopt iets niet. En ik ga daar nog wel eens dieper op in, maar dat stemmetje wat je wel eens waarschuwt over dat je daar beter mee kunt stoppen of dat je dat beter niet kunt doen, want je weet dat het niet goed voor je is, et cetera. Maar luister je naar die hoofdrolspeler die jou die input geeft, hier en hier, en die zegt van, hey, doe dat nou maar niet. En dan zegt dat ego, ja, maar het is zo lekker, of je bent er fysiek verslaafd of afhankelijk van. Maar vanuit die hoofdrolspeler is er al een beslissing, alleen ga je die volgen. En dat is soms lastig. Dat is soms lastig. En diezelfde hoofdrolspeler in de hoofdrol, in het hoofd, ja, die vond dus voor mij, ja, als ik dan weer een vlog ga maken, dan moet je wel uitleggen waarom je zo lang geen vlog hebt opgenomen. Maar dat is helemaal niet nodig. Want of ik die vlog nou 2 jaar geleden, nu of over 2 jaar maak, op het moment dat ik een onderwerp bepaal van hier gaat mijn vlog over, vandaag gaat die over de hoofdrol, dan heb ik alleen maar de hoofdrol uit te voeren en niet de hoofdrol. Of zoals ik in het allerbegin zei, er arrogant over hoef te doen dat ik in de hoofdrol ben. Er is nu maar 1 en er is altijd maar 1. Dus op dit moment, ja, ben ik iets aan het opnemen wat misschien helemaal geen steek houdt, maar wat wel heel goed voelt om te delen vanuit deze hoofdrol. Ik hoop dat je hem hebt kunnen volgen. Ik hoop dat jij ook weet welke rol jij speelt en of dat een rol is die bij je past. Dus misschien is het handig om eens op een papier uit te schrijven waar jij het... Stel dat dit script wat voor jou geschreven is, als je het ergens niet mee eens bent, wat zou je dan herschrijven? Je werk, je relatie, je vrienden, je familie. En zou je die rol kunnen herschrijven? En dan komen we op een punt als, zet jij de juiste intenties voor jezelf neer, zodat de hoofdrolspeler aan bod komt en de werkelijke hoofdrol kan spelen. Want de hoofdrolspeler, die staat daar te wachten op jou, tot jij als hoofdrolspeler zegt, oké, ik heb je gehoord, ik geef me over aan je wijsheid, ik stop met die baan, ik stop met die relatie, ik stop met die vrienden, want die dienen me niet meer. En zo kom je in de werkelijke hoofdrol. Alles
in lijn, alles zoals het bedoeld is. En dan gebeuren de meest wonderbaarlijke dingen. Want als dat script eenmaal draait voor wat de bedoeling is, en jij gaat werkelijk naar je hart, naar de hoofdrol luisteren, wat er dan gebeurt is dat dit in lijn komt. En dan stromen de dingen. Dan is het wonderbaarlijk wat er gebeurt. Ik denk dat dit wel een ingewikkeld verhaal is, of niet. Maar dan ga ik zelf even terugkijken zo. Maar te ja of te nee, die hoofdrolspeler heeft lang bepaald dat hij geüpload gaat worden. Dus dat, nou, dat heb je gezien bij deze, dat dat nu het geval is. En ik ben zo iemand die graag op een verhoging zit. Dus ik heb een nieuwe plek gecreëerd van mij. Op tafel, lekker hoog. Ik hou daar zo van. Ik ben altijd iemand die op het aanrecht zit. Of op een bijkeukenblad wat hoog is. Zodat ik daar lekker op kan zitten. En nou, zo heb ik lekker nu mijn studiootje. Lekker in die ruimte die ik heb genomen voor mezelf. In dat onderzoek van al die rollen. Heb ik allerlei leuke, handige trucjes uitgehaald om lekker zo hier op tafel te zitten. In mijn vorige vlog ook over het pendelen, over het echte antwoord, om het echte antwoord te vinden in jezelf. Als je die nog niet gezien hebt, kijk dan even. En mocht je die nou interessant hebben gevonden, of deze, dan zit hier ergens, ja, daar zit die button van duimpje. Dat helpt, dat werkt echt. Is leuk voordat meer mensen nog mijn filmpjes kunnen zien. En die abonneerknop, die zit daar ook. Nou, super gek als je die voor mij wilt indrukken. En dan zeg ik in La Cache, à la Kin, tot een volgende keer. Dag.